jullie staan hier zo mooi te supporteren voor Hup Mark. Wie is dat? Een collega van mama. En die loopt mee natuurlijk? Ja. Is hij al geweest? Ja. En wat hebben jullie toen gedaan? Hem aangemoedigd, ja. Hup Mark Hup. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die Mark heten. Ja. Hebben we er allemaal tegen gedaan. Dus jullie blijven hier de hele dag staan? Nee. Nee. Hoe lang blijf je staan? Weet ik niet. Heb je ook aangemoedigd? Ja. Ja? Ja. Wat heb je gedaan dan? Hup Mark. Goed zo. Nou, heel veel plezier nog, hè? Ja. Ja. Twee dames lopen de Kennedy-maas. Waar komen jullie van vandaan? Kijk. Den Haag. Wow, een heel eind. En waarom in Zomeren? Ja, dit doe ik eigenlijk al 12 jaar. Zomeren is gewoon heel erg gezellig, leuk. De nachten zijn niet te lang. En het is gewoon, ja, carnaval. Voor de mensen zelf, maar voor ons is het ook leuk. Heel erg veel sfeer onderweg. Ja, ja, echt heel erg gezellig, ja, ja. En nu zijn ze eerder gestart. Wat vindt u ervan? Ja, dat weet ik nog niet. Ik heb eerder het idee dat ik die omdraai niet zo leuk vind. Maar het eerder starten denk ik dat het wel prettig is. Vooral denk ik als het straks licht wordt. Hè? Want dan zat je toch te wachten tot die zon kwam. En dan komt het wel eens heel heet en dan ben je moe. Ja. Dus ik denk dat het op zich wel goed is. En 80 kilometer gaat lukken? Ja, tuurlijk. Ook samen over de eindstreep? Ja, zeker weten. Ja hoor. Ja, ja, ja. Ook al is het krank. Ja. Ga niet stoppen. Nee. Klinkt heel erg goed. Heel veel succes, dames. Ja, bedankt. Dus hoeveel kilometer zit er nou op? Ik denk een kilometer of 3, 4. Ja, zoiets. 5 kilometer. Ja. Dus je bent nog lekker fit? Ik ben nog lekker fit, ja. Maar, aan alle kanten word ik ingehaald. Ik zeg maar ja, die kom ik allemaal wel een keer tegen weer. En je loopt je eigen tempo? Ja, ja. Loop je helemaal alleen? Ja, ik loop helemaal alleen. Ja, met heel veel mensen natuurlijk. Ja, nou ja, mijn vriend van mij die heeft afgezegd, die Connie. En nou ja, loop ik lekker alleen. Kan ik mijn eigen tempo bepalen. Ja. Heb je stappenteller aanstaan? Ik heb mijn Strava aanstaan. Ja. En wat vind je van de vroegere starttijd? Ja, vind ik fijn. Nog heel lang licht. Ja. Dus ja, dat is wel een voordeel. Nou, ja. Heel veel succes. Dankjewel. Jullie ook. 80 kilometer, gaat er goed komen? Denk het wel. Dat is lang geleden, heb ik niet zo lang gelopen. Ik doe dat voor school. Eerste keer dat u meedoet? Ik denk de laatste keer dat ik zoveel gelopen was 2008, zoiets. Oké, dat is even wennen weer dan. Ja. Succes. Dank je wel. Heel groot feest, maar heel snel. Snel feest. Waarom snel? Allemaal kan ik bijkomen van het klappen, maar ja, nou komt iedereen in een uur voorbij. Dat is zo jammer. Is iedereen al geweest hier? Ja, volgens mij waren net de laatste, denk ik. En jullie gaan gewoon door? Ja, wij gaan gewoon door. Normaal gaan wij de hele dag door, maar nu gaan we de hele avond door. Nou, heel veel plezier, het ziet er allemaal goed uit. Ja, we hebben iedereen echt aangemoedigd. Goed gedaan. Ik heb al gekneusde handen, dus. Goed gedaan. De Kennedy Mars, waarom? Omdat het leuk is. Omdat de mensen gezellig zijn langs de kant. En ja, je komt ieder jaar terug eigenlijk. Hoeveel keer loopt u mee? 18. En altijd uitgelopen? Ja. En de nacht, hoe gaat die doorkomen? Goed. Ja. Dat valt niet mee het eerste uur. Nee. Maar het tiende uur, dat gaat veel beter hoor. Je moet even het ritme komen. Ja. De hele bloedcirculatie en het hele systeem moet weer op gang komen. Hebt u al vaker gelopen? Ja, ik geloof de 13e keer. Of als ik in Eindhoven was, ik heb veel in het buitenland gewoond, dan liep ik altijd de Kennedy Mars mee. Heel veel succes, ik ben niet langer lastig vallen. Heel veel succes en de eindstreep halen. Ja, dat zal wel hoor. Dank u wel. Rustig aan.